En dan nu in Regio Flits het korte nieuws. Op het vijverterrein in Tiel zijn de onbekenden een aantal vaten gedumpt met chemisch drugsafval. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten inmiddels verwijderd. De kosten daarvan komen voor rekening van de gemeenschap. De nieuwe naam van de fusiegemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is bekend. De nieuw te vormen plaats gaat West-Betuwe heten. Een bizar ongeluk op de dijk bij Zennewijnen. Een vrouw uit Schiedam volgde te veel haar tomtom en pakte een afslag op de dijk die er in werkelijkheid niet was en ze eindigde vervolgens onderaan de dijk. Bij nader onderzoek bleek de vrouw ook nog te veel gedronken te hebben. Op 13 mei aanstaande is er weer een open dag bij Waterschap Rivierenland. Op verschillende locaties kunt u een kijkje gaan nemen. In Tiel kan dat bij het hoofdkantoor van de waterschap en bij de rioolzuivering op industrieterrein Kellen. Voor de jeugd in de basisschoolleeftijd is er op zaterdag 13 mei kans deel te nemen aan de kindercorso-school. De corso-school wordt gehouden in de Corso-plakhal aan de Papensteeg in Tiel van 1 tot half 3 middags. Aanmelden graag voor 6 mei via mail kindercorso@fruitcorso.nl. De besturen van TSC en SV Spakenburg gaan op 4 mei met elkaar in gesprek naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd TSC-Spakenburg. De tuchtcommissie van de KNVB heeft inmiddels van verschillende partijen rapporten ontvangen en doet binnenkort uitspraak. MKB-nieuws. Zondag 7 mei is het weer koopzondag in Tiel. De winkels in de binnenstad zijn dan geopend van 12 tot 5 uur 's middags. Op deze koopzondag kunt u gratis parkeren in de binnenstad. In het pand op de Groenmarkt in Tiel, waar voorheen de herenafdeling van Modehuis de Blank was gevestigd, wordt half juni een dag horecazaak geopend. In een latere fase komt er ook nog een kapperszaak in, waardoor in Tiel het eerste knipcafé een feit zal zijn. Ons YouTube-kanaal bereikte de afgelopen week een hoogtepunt van bijna 10.000 views en daar zijn we best een beetje trots op. Bezoek ook deze week weer dit Regio Tiel-kanaal voor meer regionaal nieuws en volg ons op Facebook en Twitter. Tot zover weer Regio Flits. Mijn naam is Gijs Peters. Tot de volgende keer.